en de kast van het ministerie van Openbare Werken is leeg. Dit haalde minister Riyad Noor Mohammed vandaag aan in een interview met onze nieuwsdienst. De begroting van het ministerie, die deze week nog ingeleverd moet worden, ziet er volgens hem dan ook niet fraai uit. De bewindsman zegt dat er voor veel zaken geen rekeningen zijn opgebracht op de begroting, omdat er geen geld is. Voort zijn de schulden enorm hoog en de OW-minister wijst er verder op dat de situatie zo erg is dat zelfs de salarissen moeilijk betaald konden worden. Hij geeft aan dat zijn ministerie nagaat op welke fronten er bezuinigd kan worden. Wij proberen te kijken naar brandstofgebruik, telefoongebruik, efficiënt inzet van vervoersmiddelen. Kijk, als we dienstvoertuigen hebben, kunnen we dat niet verdelen gedurende de dag onder verschillende instanties. Dan is er optimaler gebruik. Want nu met COVID werken we tot 1 uur, dan gaan we met die dienstauto naar huis. Toch? Maar misschien heeft een ziekenhuis die auto juist nodig van 1 tot 6. Of misschien heeft de politie het nodig. Toch? Dan moeten we die auto kunnen afstaan daar. Of misschien heeft de DC het nodig. Ja, toch? Dus wij gaan efficiënte modellen bekijken. En daar hebben we de kwestie van personeelsbeleid, waar we ook heel veel willen bezuinigen. Welke contracten we niet kunnen verlengen, gaan we niet doen. Wat niet urgent is, gaan we niet doen. Het gaat allemaal een beetje helpen, maar het gaat nog steeds een druppeltje op een groeiende plaats zijn. Omdat, net wat ik zei, de schulden van aannemers voor de verschillende projecten die stop zijn gezet, is in de honderden miljoenen. Dus dat is geen eenvoudig bedrag. Noor Mohammed zegt verder dat de eerste fase van zijn oproep voor het inleveren van dienstvoertuigen redelijk goed is verlopen. Er is volgens hem een aantal voertuigen ingeleverd dat ingezet wordt om controlewerkzaamheden uit te voeren. De minister merkt op dat er nog een tekort is aan voertuigen om de werkzaamheden uit te voeren. Het voorstaat wij van de afdeling Bouw- en Wonentoezicht. Illegale bouwwerken moeten controleren en er zijn geen auto's, dus we hebben die auto's ter beschikking gesteld dat we beter kunnen gaan controleren. Als de riolering kapot is, kunnen we niet gaan, dus nu kunnen we een beetje beter gaan. Dan nog is er een tekort aan voertuigen voor dit ministerie zeker. Ik praat niet eens over de andere districten, maar goed. Dan is er een tweede geval, dat is eigenlijk waar iedereen het over heeft. Dat zijn in feite die brandnieuwe luxe auto's die in 2019, 2020 zijn gekocht. De welbekende Amoroks, Ford Rangers, Land Cruisers, een hele taal. Die lijst is zo lang, toch? Ik kan je dat tonen hier, van brandnieuwe auto's. En er staat ook wie allemaal die auto's heeft gekocht. Je weet, deze auto's kosten, geloof me, ik ben zelf gaan kijken, anders zou ik dit niet geloven, $50,000, $70,000 of hoger. Dat zijn de prijzen van dit soort brandnieuwe auto's. En die auto's zijn voor $1,000 hier opgekocht. Toch? Of $2,000. Dat zijn de bedragen hoe ze zijn opgekocht voor gewezen politici. En dat is waar de gemeenschap naar vraagt wat er gaat gebeuren. Ik heb ook geen panklaar antwoord nu direct, omdat de zaken volgens de regels zijn gegaan, wetten, instructies van de regering Bouters Adin. Maar ik denk niet dat het netjes is dat je 1 jaar voor de verkiezing brandnieuwe auto's komt. Dat is met voorbedachte raad gedaan. Dat is wat ik wil zeggen. En dingen die je met voorbedachte raad doet zijn volgens de anticorruptiewet strafbaar. Minister Riyad Noor Mohammed tijdens een interview met onze nieuwsdienst. Hij vindt het erg dat het ministerie door het beleid van de afgelopen jaren nu niet kan voorzien in haar basisbehoeften, zoals het aanschaffen van kantoorbenodigdheden.